ik kwam naar de MTBO om nieuwe contacten op te doen. Ik heb gemerkt dat er heel veel bruidsparen zijn die zin hebben om te trouwen. En te kijken welke connecties je kunt maken om elkaar verder te helpen. Nou ja, omdat het leuk is om bekenden te ontmoeten. Heel leuk. Maar ook leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Ja, waar collega's in de trouwbranche wil ontmoeten om te kijken of we samenwerking kunnen aangaan. And I just can't hide it. En we willen andere mensen uitleggen wat jullie ceremonie betekent. Jullie ceremonie. Dus om kennis te maken met de MTBO. Ik het erg leuk vind om andere locaties te zien en heel veel nieuwe mensen te leren kennen binnen de trouwbranche. En we ontmoeten interessante mensen om mee samen te werken en meer informatie op te doen over de branche. Leuk kennis gemaakt met mensen, mooie rondleiding gehad, interessante dingen gezien. Dus het was leuk. I'm about to lose control and I think I like it. Ik vind de MTBO wel hartstikke gezellig. We hebben veel geleerd en veel leuke mensen ontmoet. Ik vond het heel nuttig om zowel collega's, weddingplanners te horen te zien, als allerlei leveranciers en op een leuke locatie. Dus topavond. Wij vinden de NTBO toegevoegde waarde, want zij verbinden leveranciers uit de bruidsbranche. Precies. Anders had ik deze twee mannen nooit leren kennen. Nee. I'm so excited! Ik vind het een toegevoegde waarde dat de NTBO op een platform biedt om kennis uit te wisselen en ook met goede thema's komt, zoals bijvoorbeeld de European Wedding Congress. Ik ben blij dat jij het zo goed voelt. Ja. Omdat hij in de buurt was, in Eindhoven. Geslaagde avond, geslaagde dag en graag tot de volgende keer. Omdat ik dan de klanten zeg maar eens een keer kan zien in levende lijven in plaats van dat ik ze via de telefoon of de mail. And I just can't hide it. Omdat er altijd veel interessante mensen zijn en ik blijf op die manier op de hoogte van alle nieuwtjes en ontwikkelingen binnen de trouwbranche. Erg belangrijk. Ik kom naar de NTBO borrels omdat de borrels voor mij een uitstekende plaats zijn om nieuwe standhouders te ontmoeten. Oude bekende, oude deelnemers weer te zien. Weer de nieuwe elementen van Wedding Fair over het voetlicht te brengen. Nieuwtjes te horen, meet and greet. En kortom, het is een ideale plek om je eigen netwerk uit te breiden en te onderhouden. En ik nodig een heleboel andere mensen in de trouwbranche uit om heel vrijblijvend een keertje naar een borrel toe te komen. Om zodanig ook kennis te maken met de NTBO. Het was heel gezellig. Het was een lekkere borrel en leuk om collega's in het vak te spreken. Ik zeg ajus en wellicht tot de volgende keer. Ciao. Nou, dat was een zeer geslaagde netwerkborrel. Op naar de volgende. Het is altijd interessant om weer mensen te spreken uit het netwerk. Ik vind het ten eerste leuk om op de trouwbrancheborrel te komen vanwege de gezelligheid. Maar ik vind het natuurlijk leuk om de video zelf te laten zien. Wij komen graag naar de borrel omdat je hier de mensen leert kennen waar je graag mee samenwerkt. Om mee te zingen en mooie bruiloften mee te... Ja, heel leuk! Doei mensen! Tot snel! Doei!